Maar Eddy de Clown nu weer opduikt. Hier sta ik. Jazeker wel. We gaan weer een spelletje spelen met jullie. Kun je een beetje goed zien? Is het lekker zo? Ja. Mooi, ga ik daarheen. Ja, kom nu bij mij, sukkeltjes. Eén mini Daisy. Oh, lekker hoor. Is het gelukt? Goed zo. Zo, jongens. En ik heb allemaal verrassingen voor jullie dit jaar op en zo. En één van de verrassingen is dat ik nog zo'n brug heb. Die gaat die kant op. Hey, sukkels! Ik ga nu hier een show doen, dus kom even hier, daar is niks nu. Kom even deze kant uit, leuk! Ja, en voor het volgende spel, waarbij jullie weer twee tickets kunnen winnen om naar volgend seizoen weer naar Walibi Holland te komen. Je kan er zelfs mee naar Bright Nights, heb je me laten vertellen. Heb ik een stelletje nodig om mee te doen aan het spel, met een relatie. Ja, mee! Maar wel 18 jaar, maar weer ouder dan 18. Ik kom even naar beneden. Hoe lang zijn jullie al samen? Anderhalf jaar? Dit klinkt als het ideale stel voor mijn spelletje. Als jij je even wil melden bij mijn collega hierzo. En jij, als jij heel even een beetje in vraag wil staan, dan kan ik je even eventjes op de vier over spreken. Ja? Natasha? Nadja. Met een D, Nadja. Met een D, Nadja. Ik kan hier van alles over zeggen, maar dat hoeft niet. En hoe heet je vriend? Vito. Nadja en Vito. En jullie zijn al anderhalf jaar samen ongeveer. Waar hebben jullie elkaar leren kennen, Nadja? De gangen kraken. Die kutkinderen verwacht dit uit. Stop die muziek, man. Stop. Ik sta met een lekker wijf te praten. Kan je iets romantischer op? Iets chills? Even Spotify of zo. Even. Dankjewel. Hé, hey, Nadja. In een kraakpand, hé? Woonde jij daar? Woonde hij daar? What the fuck doe je dan in een kraakpand? Oh, dat is gewoon een soort open huis en dan kan je daar eten en gezellig en chill. Met allemaal types en gekkigheid en gezellig. Een beetje zoals wij het hier doen, zeg maar, met z'n allen. Goed zo. Nou, Vito, kom er maar bij. Ik ben heel benieuwd. Hey Vito, hallo, Eddy de Clown. Goedenavond. Jullie hebben elkaar leren kennen in een kraakpand, want dat was open huis. Hoe weet je dit? Is daar een website van? Krijg je flyers? Moet je in een interne Instagram groep zitten? Of... Via via. Iemand heeft hier... En waar is dat huis? In Den Bosch. Oh, wat gezellig. Hebben jullie het in meer steden? Ja, oh, gezellig. Nou, benieuwd. Ik kom een keertje langs, als jullie wel lang. Hey, jullie zijn anderhalf jaar samen. Komen jullie ook allebei uit Den Bosch? Gezellig. Schijndel. Schijndel? Oh, Schijndel. Oh, dat is een beetje gewoon anders. Dat hebben Brabants dat. Dat is hun eigen stad anders. Maar als kan je niet. Zo'n grote vuurbol, jongen. Hou je bek als een kind van vrienden opdekken. Goed. Vito, we gaan een spelletje spelen. Waarvoor jij zo meteen voor jou en naast jou natuurlijk. Wat zeg jij? Oh, jij wil filmen natuurlijk. Hij heeft zijn telefoon bij zich. Jij mag wel alle troep dragen terwijl zij er een beetje mooi bij loopt natuurlijk. Snap ik ook. Goed zo. En we gaan een spelletje spelen waarbij jij voor jou en Natja twee tickets kan winnen om volgend jaar terug te komen. Je kan eigenlijk al na Halloween nog een keer komen als je wil. Bright, nice, ja, als we weer open gaan, krijg je een nieuwe achtbaan, joy. Wordt fantastisch allemaal. En daar kan jij tickets voor winnen. Dat klinkt allemaal mooi, toch? Moeten we eerst even een spelletje spelen? Ik zou zeggen, Vito, ga naar boven. Dan gaan we even het spelletje spelen met jou. Gaan we nog vast zitten op deze heerlijke relaxbank die ik van een tweedehands Thaise salon heb overgenomen. Dus ik weet niet wat er allemaal gebeurd is, maar dat maakt niet uit. Ga lekker rustig zitten. Stel je even netjes voor aan mijn assistent. Is dat altijd zo'n bottelhork? Ja, hè? Dat is goed, dan maakt het niet uit. Bind hem maar vast, dames. Heel goed. We gaan namelijk een spel spelen. En dat spel heet Eddy's Killer Karaoke. Hé, hey, jij als rest echt Brabant. Volgens mij doet hij het. Hij doet het. Hij doet het. Hou je van karaoke? Helemaal niet. Kan je een beetje, heerlijk een beetje zingen? Nou, ik werk op de bouw. Dus... Oh, de bouw. Dus dat wordt niet gewaardeerd als deze Bilbo uitlekken. Dat is een beetje waar het op neerkomt. Oh nee, waarschijnlijk niet. Goed zo. En Natja, als die dames latex handschoenen aan,
doen, daar gaat Vito anders uit zijn ogen kijken. Is dat omdat hij dat spannend vindt, of omdat hij daar opgewonden van raakt? Of wat is dit? Opgewonden, hè? Ja, nee, ja, ja, opgewonden, dat dacht ik wel. Nee, heel goed. Goed, Vito. Kijk, karaoke is op zich een wereldbekend fenomeen. En in principe gaat het zoals bij elke andere karaokebar. Jij krijgt een liedje, de teksten worden zo meteen aan jou laten zien hier op hele grote borden. We gaan het liedje doen, Zwemmen in Bacardi Lemon van Mark Hoogkamer, kent iedereen. Maar je hoeft het eigenlijk alleen maar door te blijven zingen. Het gaat er niet om of je het mooi ziet, het gaat erom dat je nooit stopt met zingen. Want Vito, anders zijn er consequenties. Kijk. Ik heb thuis een hele grote bouvier. En die bouvier die blaft de hele dag. Dus mijn buurvrouw die had gebeld. Die zegt, Annie, die kuthond van jou die blaft de hele tijd. Kan je er niet wat aan doen? Dus ik heb nu via bol.com heb ik een apparaatje gekocht. Dan kan ik een halsband om zijn nek doen. En dan kan ik hem hier vanaf een afstandje een schok meegeven. Die zit nu om de enkel van Vito. Even kijken of hij het doet. Wat zou je niet willen doen, hoor? Ik denk dat hij het doet. Kijk, Vito, hij staat nu op standje 6. Hij kan nog tot 10. Dus in principe is het van groot belang dat je altijd door blijft zingen. Zing jij dit liedje helemaal uit, niks aan het handje, gebruik ik dit apparaat niet meer, oké? Okay? Zet de muziek maar alvast aan, jongens. Zwemmen in Bacardi Lemon van mijn goede vriend Mark Hoogkamer. Gezongen door Vito. En dan mag natuurlijk gezongen en meegedaan worden voor de sfeer. Altijd lekker, neem er een biertje bij, daar gaat ie. Ja, la, 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 la. Daar komt ie, hè? In 5, 6, 7, in. Staat achter de bouw, van s'avonds staat ons op de zoek. Ga niet even kiekelen. Niemand kan je krijgen, nee, je bent helemaal van mij. Oh, Vito toch. En het is een beetje, dan ben jij van de partij. Dit kan toch. Ik ga zwemmen, ik kan niet tellen. Een echte tijger is niet te tellen. Oh, Vito, niet te tellen, zegt hij. Ik ga zwemmen. Heel koud is. Ja, dat snap ik. En ik wil ook niet dat je aan gaat slagen dat er nooit catering was. Dus je mag van mij even een besluit geven om even op krachten te kunnen komen. Dat je niet aan. Ja, nu had je moeten zingen, dan gaat die even weg. Die laatste was gewoon voor mijn eigen plezier. Dat denk je, hoor. Als er nog iemand slagroom wil komen halen, het zit op de hoofd van een beveiliger. Goed, ik zou zeggen, applaus voor Vito, jongens. Als jullie nou vanavond over het park lopen, dus een donker steegje, en je ziet iemand met zijn linkerbeen een beetje zo hinken, en als rechtervoet heeft hij roze teennagellak, is het Vito. Even schuim op geworden, want hij heeft 2 tickets gewonnen voor het, allebei zelf. Nou, gefeliciteerd met je tickets, jongens, veel plezier. Nee, ook met dit maar zei, ik zie jullie volgend jaar weer. Helemaal leuk, en ik heb Emily fucking Brown nog. Ik heb nog leuk van vrienden, er allemaal lekker een actie rondlopen. Zometeen gaan ook volwassen mensen, de kinderen gaan zo naar huis. Lekker voor je. Oké, tot later. Doei, sukkel.
over me. Het is zo makkelijk, dit kan bijna niet. Oké, dan kom je misschien wel uit sneeuw, maar je laat je niet.
jij gelijk weer filmen als alles fout gaat, hè? Jij komt altijd precies op het goede moment. Snoepje? Waar is hij nou? Het is niet op het moment. Daarom wordt het nog veel moeilijker, want we halen er een geeltje gitaar erbij. En er is nog een waar is Tom Husky nou? Daar is hij. Hij is weg. Wat een spanning en sensatie allemaal. Cheers! Halloween Fright Nights. Cheers to Fierce.